Ik kende niemand die muziek speelde. Ben je daar eigenlijk bewust mee bezig? Ja. Kun je zeggen dat het startpunt meer was, zeg maar, die samenwerking met, ik weet niet of ik het goed uitspreek, hoor, met de Kolacny-broertjes? Was dat meer het begin, dat je zei dat je ook op een gegeven moment iets meer richting theorie bent gegaan? Ja, maar dat was eigenlijk simpelweg voor mij, moet dat zo zien, de meeste jonge gasten nu, of misschien was dat bij mij raar, ik was een ongelooflijke muziekfreak, nog altijd. Maar ik kende niemand die muziek speelde. Ik kende niemand die een gitaar had of een drum, of tegenwoordig kent iedereen wel iemand. Dus met muziek maken op zich kwam ik niet in contact, nooit. En dus heb ik ook nooit iets geleerd van iemand anders, zou ik maar zeggen. Altijd, wat ik kon, kwam dan uit mezelf. En zelfs geen akkoord of wat dan ook. En door die Kolacny-broers dan op een bepaald moment, want dat is al na de tweede cd van Arid, dus ik had van alles gedaan natuurlijk, kwam ik zo meer in contact met mensen die zo op een conventionelere manier muziek gestudeerd hadden. En dan intrigeerde mij dat plots, maar dat het meer op een intellectueler niveau dan om te zeggen, dan een soort oerenthousiasme over muziek. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is geleden. Ik zou zeggen, pak een boek en nu ga ik dat wel eens lezen en studeren. Nu ben ik op het moment dat mij dat interesseert. Maar dat heeft op zich niks te maken met de rauwe aantrekkingskracht van de muziek. En die mensen waren daar dan mee bezig. En dacht van, jij weet dat allemaal. En dan dacht ik van, ja, dat was het moment om zoiets te doen. Ja, maar jij zei wel van toen net van, dat op een gegeven moment wel belangrijk is nu in jouw, zeg maar, in die vertaling van wat je in je hoofd hoort naar het op papier krijgen of het, zeg maar, naar buiten krijgen. Ja, dus op zich, die theorie, ben je daar, zeg maar, voor deze plaat nog meer bewust mee bezig geweest? Wel, eigenlijk met de vorige plaat van Arid, All Things Coming Ways, was een beetje een keerpunt in dat scenario, dat ik dan daar ineens heel veel mee bezig was. En met deze plaat alweer veel minder. Omdat ik het gevoel had dat ik al veel dingen geleerd had, die ik onmiddellijk kan gebruiken. En nu is er nog heel veel dingen die ik niet weet, maar die misschien minder onmiddellijk kan gebruiken, zo. Niet zo instant zijn. Laten we zeggen, vooral voor deze plaat, één ding kiezen wat je zegt wat je gebruikt hebt. Noem eens één voorbeeld. Harmonische kennis bijvoorbeeld. Het bijvoorbeeld op een bepaald moment een akkoord plaatsen die dan bijvoorbeeld een substituutakkoord is voor de zanglijn. Dus als je één zanglijn hebt en dan kun je vier akkoorden onder zetten, Die de melodie bepalen, kun je eindeloos herhalen, maar dat is niet interessant. En op een bepaald moment, als je gewoon een substituutakkoord dan onder die melodie zet, breng je even verandering in de muziek, harmonisch dan, maar de melodie blijft hetzelfde. Dus je kunt eigenlijk... Maar spanningsveld wordt anders. Ja, even, maar de melodie hoef je daarom niet te veranderen, want anders wijkt het weer af van de melodie en wordt het weer minder catchy of minder interessant. En iets wat je, zeg maar, waar je, ja, God, je gaf aan van dat je nu op bepaalde dingen die zijn zo ver weg, dat hoef je nu nog niet te weten. Is één punt waar we zeggen van, nou ja, dat hoef ik nu voor de huidige popmuziek die ik maak, hoef ik niet te weten, maar daar wil ik in de toekomst wel naartoe? Goh, ik heb dat, ja, theoretisch dan. Maar iets wat ik nu niet kan, in mijn hoofd wel kan, is bijvoorbeeld arrangementen schrijven voor strijkers of zo bijvoorbeeld. Maar dat is een manier van, ik kan dat wel intuïtief, maar theoretisch niet. Dus ik maak dat en zal ik al over, oh, hier is een fout, dit moet ik aanpassen. En dat is iets waar ik bijvoorbeeld, dus meer horizontaal denken in de muziek dan verticaal. Dat is minder in akkoorden, maar in melodielijnen die elkaar verweven. En dat is iets waar ik nog wel wil leren of mee bezig zijn, maar dat eigenlijk niet zo hard nodig is voor pop- en rockmuziek. En je mocht er ook niet te veel naartoe gaan, want popmuziek en rockmuziek is ook feel en sound en gut feeling. En dat was er altijd. Dus het is maar een hulpmiddel.